Ja, en dan gaan we nu naar de muziek. We hebben hier een hele gezellige band. Ik ga even tussendoor. Ja. Hoe? Vaart, de band. Ik wil steeds zeggen, de band Vaart. Mag ook wel, toch? Ja. Absoluut. Zeg eens, wie zijn jullie? Wij zijn Vaart en wij zijn een stel muziekvrienden van elkaar die al heel lang met elkaar muziek maken. Jullie komen allemaal uit de gemeente Schagen of zelfs uit Schagen? Brezand. Bijna, Oudenbolder, ja. Bijna. Ja, jullie gaan een lied voor ons spelen, dat heet Vier het leven. Ja. En dat heeft alles te maken met de Alduzes, hè? Ja, dat is heel bijzonder, want we kwamen hier eigenlijk, we zijn met een ander zingeltje bezig. Dat is Anne, dat gaat over bevrijding, 5 mei. Die horen we straks, maar ik kreeg eerder deze week een mail van het team van jullie, ik denk van Ed. En daar kondigde hij aan dat John en Kate hier zouden zitten met een verhaal over Alduzes. Wij hadden al 2 nummers in ons hoofd. De een was Vier het leven, die gaan we dus nu doen. En dat nummer is geschreven speciaal voor een team dat de Alpe d'Huez op ging fietsen. Dat hebben we al jaren geleden geschreven. Onze drummer heeft het zelf 6 keer geflikt. Respect. Ja, ja. We zeggen altijd, hij kan niet veel, maar fietsen kan hij wel. En drummen. Dat vindt hij zelf. Nou, laten we het lekker gaan beluisteren. Succes. Prima, oké. Okay. De tijd van praten is voorbij, natte straten worden droog. Met de fiets nog aan zijn hand, werpt hij een laatste blik omhoog. Waar de berg zich ongenaakbaar van de ochtendmist ontdoet. Hij voelt zich klein, maar houdt zich groot. Nog nonchalant een laatste groet. Vier het leven, vier het leven. Helse bochten rijgen zich aan heen. In zijn eentje bergop, maar geen moment alleen. Want zijn lijf zit vol met liefde, in zijn kuiten, in zijn kop. Voor degene die hij lief had. En die zit bij hem achterop. Vier het leven, vier het leven. Dames en heren, jullie zitten nogal ver weg, maar we zijn eigenlijk allemaal dicht bij elkaar. Stel ons voor, we zitten hier niet in een warme studio, maar we staan boven op een berg, waar een ijzige mist u omringt, maar vooral de mensen die berg opkomen. En laten we ons inbeelden dat wij daar straks John en Katie door de laatste bocht omhoog zien wandelen. En wat doen we dan met z'n allen langs de kant? Dan gaan we ze aanmoedigen. Kom op! Voor het schitterende doel. Voor die mensen. In de strijd waar het om gaat.
de bocht staan de kaarsjes. Een kleine vlam, heel weinig licht. Elke kaars heeft een verhaal. Elke kaars heeft een gezicht. Daar gaat hij, onze held. Vechtend op zijn fiets. Terwijl de bomen zachtjes fluisteren. Ze leefden niet voor niets.